Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Volop zon vandaag, maar ook sluierwolken, met name in het westen en noorden van het land. En die sluierwolken zullen we ook op andere plaatsen wel tegenkomen in de loop van de dag. Maar de zon schijnt in het algemeen daar wel doorheen en in veel plaatsen moeten we het dan ook gewoon een zonnige dag noemen. Vanochtend temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Het kwik stijgt flink verder, want vanmiddag wordt het 25 tot 27 graden. Alleen op de Waddeneilanden halen we die 25 graden waarschijnlijk net niet. Maar ook daar zomers weer met een zwakke tot matige wind. Vanavond weer brede opklaringen, lang 20 graden. Maar als de zon een keer onder is, gaat het kwik wel vrij snel omlaag. En komende nacht liggen de temperaturen rond 11 graden. Daarna stijgt het kwik weer snel als morgenochtend de zon doorbreekt en opkomt. En dan is het een zonovergrote dag met later misschien weer wat sluierwolken. En temperaturen die nog wat hoger uitkomen, 27 tot 29. Een lokale 30 er misschien in het zuidoosten van het land. 30 graden wordt het de dagen daarna op veel plaatsen waarbij we zondag en maandag volop zon hebben. En dinsdag de kans op een lokale onmisbaarheid. Net iets groter is, maar ook dinsdag zal het grootste deel van de dag nog droog zijn en vrij zonnig. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl